Vincent woonde en werkte in Une van december 1883 tot november 1885. Achteraf gezien was zijn verblijf in Une een belangrijke periode in zijn leven. Hij maakte er de keuze om het dagelijkse, harde leven van de Nunense mensen als uitgangspunt voor zijn schilderijen te nemen. Met grote inzet maakte hij in Nune maar liefst 194 schilderijen, waaronder de aardappeleters, 313 tekeningen, 25 aquarellen en 19 briefschetsen. In Nune had Vincent van Gogh zijn meest productieve periode. In Nune is nog steeds veel te zien uit de periode dat de bekende schilder er leefde. In het nieuwe bezoekerscentrum Vincentre is de Nunense geschiedenis van Vincent van Gogh in woord en beeld bijeengebracht, aan de hand van foto's, reproducties van schilderijen, tekeningen, brieven en films. Daarnaast vormen Nune zelf en haar omgeving een collectie op zich. Maar liefst 21 gebouwen en landschappen hebben een directe relatie met de tijd dat Vincent in Nune was. 14 zijn er door hem, één of meerdere keren, geschilderd of getekend. De andere 7 gebouwen zijn niet door hem geschilderd, maar waren veelal de huizen waar veel van zijn modellen woonden. Enkele landschappen in de directe omgeving ademen nog steeds de sfeer uit van zijn tijd. Nune kan gerust een openluchtmuseum genoemd worden. Je ziet nog precies de gebouwen en landschappen die Vincent van Gogh zo'n 125 jaar geleden hebben geïnspireerd. Verschillende wandel- en fietsroutes voeren langs deze levende collectie. De combinatie van het Vincentre en het Openluchtmuseum verklaart de naam Van Gogh Village Nune.